Goedemorgen jongens en meisjes. Welkom bij een aflevering van amateurvissen.nl. Een mooie file Friday. Nee. Geen file Friday meer, jongen. We gaan snoeken. Dit is de eerste dag van het seizoen weer, jongen. Ja. 5 maanden geleden. Vijf maanden? Ja, wij zijn in januari nog een keer bezig werpen en toen hebben we sneeuw, regen, alles gehad. Dus niet meer met de boot geweest. Toen heb ik een boot verkocht in februari. Ja. Dus ja. Jurgen heeft een nieuwe boot. Een mandje groter. En een mandje groter met een 60 pk erachter. Ja. Vaart goed, hè? Dat ding gaat 65, 70 km per uur volgens mij. En een hoop gebeurt natuurlijk veel gefeederd ook. Dat is ook hartstikke leuk. Maar nu had ik wel echt vangdrang. Want ik was om 1 uur nog wakker. Vannacht. Ik ook. En Jurgen ook. En om 4 uur, kwart over 4 stond de wekker alweer. Ik denk alle roofvissers wel in Nederland die vol spanning zaten van het mag weer. Alle roofvissers die zaten te wachten en ook die Duitsers. Want hier waar wij net waren een hoop Duitsers. Maar we hebben er zin in. Nieuwe camera, nieuw statief, nieuw boot, nieuw seizoen. Alles nieuw. Nieuw huis hebben we ook nog gekocht. Ook al nieuwe hengels gekocht, nieuwe dieptemeters. Nieuwe dieptemeters, laten we straks allemaal zien, want die dieptemeter is ook fantastisch. Maar we gaan nu snel vissen, we gaan alles klaarzetten. Ja, wat vissen we vandaag? Op de Maas. De eerste keer dat we hier gaan. Eerste keer, ja. Richting, we zitten nu in Gelderland volgens mij. Ja. En we gaan richting Venray, dus richting Limburg straks. Richting Limburg knallen. Ja, daar gaan we naartoe. Dus, Lekker trollen, rustig aan. Relax, lekker. Kom, ik heb er zin in. Kom, ja, we beginnen. Zo jongens, we zitten op het water. Het is heerlijk weer. Stralende zon. Ik dacht dat hij beter had, maar hij zit aan het ding te trekken. Maar ik heb mijn hengel uitstaan met een dikke sabelplug. Hier een trajectplug aan. En we zijn even lekker aan trollen. We gaan hier door die krip vangen. Het water staat redelijk hoog, lijkt het. Goed te roepen, het stroomt hard. Het stroomt hard, ja. Dus dat is goed. Dat is altijd een goed teken als het hard stroomt. Dus, ik ben benieuwd. Het is lang geleden dat ik een snoek in mijn handen heb gehad, moet ik zeggen. Nou, even kijken of we er eentje kunnen strikken vandaag. Maar dat zal wel lukken. Oh. Nou, het is nu wel een heerlijk dagje. Ik pak nog een bakje koffie dadelijk en dan komt het helemaal goed. Even deze binnenhalen. Goeie jongen. Ja, dus, de eerste vis hangt er in ieder geval aan. Ik heb hem nog niet gezien. Maar... Eerst... Goeie beuk erop. Eerste vis hangt er aan. Snoekbaas? Ik denk het wel. Ja, nog een heel klein snoekje, maar ik denk een snoekbaas. Ik wel heel makkelijk mee nou. Is het wel vis? Ja, het is wel vis, ja. Niks. Daar een gepikkelde baas. Een gepikkelde baas, ja. Oh, een hele grote baas. Oh. Ik denk dat we hem even maar... Moet hem scheppen? Ja, ik wil kijken. Oh, een grote terug. Een mooie baas. Ja. Zo. Dat is een grote, maat. Ja? Ja, dat is een mooie. 40 plus. Hou hem eraan, hè? Ja, dat heb ik niet wat zeggen. Hij is eraf. Oh. Ik heb hem wel gezien. Ja. Teringzooi. Oh. Op van de grond. Shit. Shit. Dat is een dikke 40 plus. Ja? Ja. Daar krijg ik me beter door die klote vis eraf. Ah. Dat is wat ik zeg. Ja. Nou, de eerste ik vis. Ik heb wel een vis gevuld. Eerste vis gevuld. Ik heb nog iets gevuld. Wat heb je daar? Ja, goed man. Want die grote plug. Ja. Eerste aanbeet is een feit. Een mooie 40 plus baars, maar die ging er net af. Die ging er net vanaf. Maar goed beet gehad. Ik denk helemaal van. Pakte hem mooi op het puntje van het kripvak. Ja, exact op het puntje. Exact op het puntje. Dus niet verkeerd. Dat was al binnen 10 minuten, dus wat dat betreft. Dat geeft de burger moed, hè? Geeft de burger moed voor een mooie dag als vandaag. Absoluut. En als er eentje zit, zit er meestal meer. Ja, zit er meer. Vis! Ja. Snel opdraaien. En een goeie, hè? Ja. Nee, echt? Hang er aan. Wat net, man. Ik knal al erop. Komt Jan, hè? Netten. Oh, nog een probleem. Netten. Oh, jongen. Netten met het ding dadelijk. Ja.
dan is het daar weer af. Oeh, de rommel niet rond. Nee, nee, nee. Oh, dat plukje gaat. Oh, dom. Oh. Ja. Oh, jongen toch. Moet steken, hè. Ja. Ik ben geluk bij de MMR, hè. Ja. Dat was een echt amateurlampje. Ja, een amateurlampje. Wat top, ik denk, ja, hij steekt hem gewoon in mijn net, joh, weer met die. Dan wordt hij weer de nurse toeter van het jaar. Ja, ja. Kunnen we amateurlampje, maar we hebben hem. Ja, maar geluk. Ja, ja. Echt geluk. Oh, dikke rook blij, joh. Oh. Hebben. Oh, dat is een. Dat is een dikke. Meer. Oh. Motherfucker. Dat is groot, jongen. Wacht, ik sta hier joh, in het licht. Oh, vet. Oh, die is, dat was. Even naar mij kijken. Lekker. Huh? Kijk even naar mij. Ja, dat is een mooie. Oh, die is groot, hè? Ja, ik kwam even meten, denk ik. Ja, ja. Nou, dat is geen PR. Een PR is 88. Hoe groot is het? Ja, we blijven maar verstaan, zo lekker in de zon. Zo'n achter, ja. Van de mens aan. Knibbel. Kijk even naar mij. Oeh, kijk naar boven. Dat is een baas. En een goeie. Moet scheppen of? Ja, denk ik wel weer. Komt ja, nee, die moet niet scheppen. Nee. Ah, een mooie man. Ja, een hele mooie. Oh. Zakker, hier. Moet ik een hengel pakken? Of lukt het? Oh, die hangt vast. Die laat het niet meer los. Die gaat niet meer los. Oeh, een dikke. Hé, maat. Dat is een goeie. Mooi, hè? Oh, oh, oh. Even voor de cam. Hoppatee. Lekker, jongens. Heel mooi. Lekker. Eerst twee vissen erin binnen. Jurgen ving net een vette roofblij. In één keer aan die jasplug. Ging hard, ging heel hard. En nou net een baas. Ik wilde net even een tussenstuk opnemen en toen weer hetzelfde. Ook weer een mooie baas. We hebben mooi nog een baas gelost, maar nou, we zijn een dikke. Het valt niet tegen, het op die plug, hè. Zo, hè. Zo'n grote plug, ja. Zo'n grote plug, maar was ook een mooi formaat baas, moet ik zeggen. Een dikke. Heerlijk dit. Heerlijk. Nou, is de beurt Tom, hè? Ja, ik heb mijn hengel met mijn riel heb ik opgeborgen, want die druppelriel die past op een of andere manier niet in de steun. Dus als jullie nog goede steunen weten voor een normale druppelriel, dan moet je me even zeggen. Want, ja, maar die steunen zijn echt van een riel. Ja, maar ja. Scotty Powerlocks. Ja, ik weet niet. Maar ja, dus ik heb nu even, ik ben nu met de hengel van Jurgen even aan het vissen. En ja, lekker. Lekker langs de krip vakken. Mooie stroomnaad hier, mooi. He, mooi klein kibbeling over het water. Ja, ja. 5 meter, 6 meter diep houden we een beetje aan. Ja. En elke keer op de puntjes van de kribben krijgen we beet. Kan net dan een keer een beet meer even lekker die baas vinden. Ja, ja, klopt, ja. 4,5 per uur. Dat is vrij vlot, maar goed. Ja, maar goed. Dus. Het is wachten op die grote knots. Dikke snoek. We hebben nu twee soorten. Nog één snoek en dan hebben we drie soorten. Ja, ik weet dat hier heel veel meervallen zitten, want een jongen van mijn werk die doet altijd meervallen, maar dat heeft nog een kilometer of 10 verder. Ja, ja. Dan zullen ze daar wel zitten met de hengels recht omhoog. Ja, meerval, jongens. Dus die kans hebben ook nog, hè, die hebben die in de vangen. Ja, kan ook nog, ja. Kan allemaal. Dat is een schone boot, jongen. Goh. Lekker, hè? Ja. Nou, jongens, ik ben even de boot vast aan het houden. Die ligt hier langs de kant. Ik ben even gepist en Jurgen die is even een dikke bolus aan het draaien daar in het groen. En even goed scheten. En als je moet pissen en scheten, dan zit je niet lekker in de boot. Dus ik sta wel een beetje later, komt hij al. Aan, jongen! Lukt het? Is het gelukt? Wel lekker, jongen. Een flinke bolus gedraaid, jongen. 35 lang en 7 dik. 35 lang en 7 dik, zegt hij. Oh. Dat zegt hij allemaal op de video, hè, jongen. Niks fijner dan zeggen als je gruwelijk moet schijten. Om dat te schijten, hè. Als het dan eruit is, dan lucht wel zo op. Toch? Ja, ja, ja. Je hebt hier een mooie 3D Real Vision, ja. Hoe heet dat? 3D Real Vision. Dit is de boot, ja, dat kunnen we nou heel moeilijk zien, maar hier is een bootje. Het is 5 meter langs de boot, 10 meter, 15 meter. Dus je hebt een breedte van 30 meter langs de boot. 15 die kant, 15 die kant. Kun je precies zien hoe de bodem verloopt. En die blauwe is vis. Allemaal skoltje aasvis. Kun je even goed zien op de camera. Ik kan hem nog een beetje draaien.
Kijk, kun je het ook beter zien? Ja, dat is allemaal schoolgraasvis. Ik heb precies het bodemverloop zien. Hier zijn allemaal heel grof stenen allemaal. Zij vatten hem in breedte 30 meter. Kijk, hier komt weer vis aan. Zie je, ik zal hem inzoomen. Inzoomen. Kijk, daar een schooltje vis. Ja. Jongens, dat is... hoe laat is het eigenlijk? 10 uur of zo? Half 11? Het is... Half elf. En de beet is er even uitgevallen. Het begon goed met die roofblij en die twee baars beten. Maar daarna hebben we nog een stuk getrold. Maar dat was eigenlijk niks meer. En nu hebben we een aantal plassen gedaan, zijn we wat rondgevaren. En nu hebben we de stroming mee, nu varen we weer terug. Ik heb er nu een klein salmonplugje aan zitten. Een beetje trollen, kijken of we een dikke baars, misschien snoekbaars kunnen verleiden. Nou, we zullen wel zien. Maar het is even stilgevallen, hè? Ja. Even de beet eruit. Vind ik zo druk. Ja, het is ook druk, ja. Maar we zullen wel zien. Komt goed. Ja, we zijn blij. Ja. Even deze binnenhalen. Hop. Yes. Ja. Ja. Onderaan, hè? Ja. Ik wil blijven, toch? En eraf. Oh, hij zit er nog aan. Is het een, is een basis, hè? Is dit een basis? Ja, dan hebben we water. Denk je dat het een basis? Nee, een roofblij. Snoek. Snoek? Denk het snoekje. Ja, drie soorten. Denk snoekje. Drie soorten dan. Waar heb je op ooit die bruine hengel, ja? Komt je aan. En dan komt je aan een veil naar een boot. Ja. Dat het niet in de zou roofblij zijn. Ja, ik dacht een snoekje ook eens, ik zag. Ja, een snoekje maar, een kleintje, hè. Ja. Oh, blijf goed koers. Blijf goed. Blijf goed diep. Komt je aan. Snoek, een mooie snoek. Ja? Ja, een mooie snoek. Scheppen? Ja, dat doen we maar eens. Kijk maar eens. Oh, een mooie, man. Schep je hem zelf even. Of moet ik hem? Ga ik hem los tikken? Ja, tik hem los. Je moet te klooien. Ja, dat is ook wel zo, hè. Zit hier niet zo'n geweldig naar, ook niet. Een ding op tafel. Maar een ding is op. Drie soorten. Kom maar. Kijk, hoe kan. Little touch, hè? Little touch, ja. Ah, dan een mooie, hè? Een mooie, ja. Hij is groter dan we dachten. Ja, ja. En dan hang ik zo maar. Ja, tuurlijk. Hij moet er af. Nee, zo. Een spatje. Oh, jongen. Ja. Een wild hier. Ja. Op mijn hoge rand. Dat is wel rechts wennen, denk ik. Ja, een hoge rand, hè, jongen. 1, 2. Ja, heb je me. Goed zo. De tang ligt naast, ja. Hij is best hoor. Nee. Strak aan. Oh, een dikke. Ja, een dikzak. Ja. Hey, mooi hè. Maar mooie vis, jongen. Ja, ga terug. Ja. Hop, en weg is hij. Drie soorten. Lekker Tom. Drie vissen, drie soorten. Nou ga je, hè? Ja. Nou ga je, maat. Nu ik, ja. Godverdomme. Oh. Een meerval. Nee, jongen. Dat is niet. Wist ik allemaal dit met in de vrienden, hè? Dat is geen meerval. Nee, wat is dat? Baske. Dat is geen braske. Het tengeltje, jongen. Het is super, hoor. Dit zijn een mooie vissoorten, maat. Dat is te bang, hoor. Ik weet niet wat dit is. Het is allemaal, hè? Kom dan naar de kant, denk een baars. Ja. Dat is hier allemaal. Ja, ja. Hij ging wel hard van deur. Hij ging een heel hard van deur. Kunnen niet huren, hè? Dat is lastig, hè? Nee, ja, ik hoorde hem slippen. Ik zag hem een keer. Snoek, snoekje. Oh, tikken los, hè? Ja, wat dan? Hij zit er wel. Haha. Mijn eerste. Als je er bezig bent, hè? Maak ik voor jou even de tang? Nee, bij jou. Nee. Nee. Mooie. Pak ik zijn foto weer helemaal op, hè? Ik kan hem toch even eruit pakken, denk ik. Ja, gewoon in de kieuw, achter de kieuw, achter in de kop vatten. Ja. Het is geen haai. Nee. Lekker. Lekker. Maar ja. Ja. En nu? Je moet hem in de kieuw greep vatten, denk ik. Ja. Hop.
Ja. Nou, ik wel lekker een foto maken, hè. Dat is van jou, ik zet het er ook al in. Ook al is het maar een ding van een 60. Vis. Hij ging hard en deur. Nou. De zon staat mooi goed, je kan hem mee op het pitje zetten, Willem. Lekker, Tom. Netjes. Hé, hey, nou snoek in een nieuwe boot ook. Eerste snoek in de boot. Hoppa. Klein, maar fijn. Ga nou liggen drukken. Nee, niet drukken, niet drukken. Nee. Ja, een klein stropdasje, maar dat is erin, hè. Ja, netjes. En mag terug. Hij mag terug. Netjes van de nul maat. Van de nul af. Appetee. Daar gaat ie. Yes. Ik zeg, nou, die moet ten eerste nog vangen. Twee seconden later, zzzzt. Ja, van de nul. Ik zag de hanger in één keer krombeugen. Dat was het nadeel van zo'n rail, deze, die hoor je niet. Hè. Dus, zit hier een ratel op, ja. Maar ik zag die hanger krom, ik denk, oh, dat gaat lekker. Ik dacht, dat is echt een hele dikke, maar een licht hengeltje, niks meer gewend, man. Een klein stropdasje, maar blij mee, om het even vis gevoeld. Dus we zitten weer op de stek, lijkt het. Ja, dan komen hier weer de kripvakjes weer. Ja, dan komen de kripvakken weer en dan komen de vis weer. Twee vissen zelfs. Goed, man. Goeie shit. Straks even verticale nog, hè? Ja, en de verticale ook nog, ja. 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 Van alles proberen, hè. Baas. Ja, een baas. Een baas, jongen? Ja, een klein baas. Pak ze zo eruit, hè? Ja. Lekker. Hij begint nou te lopen, hè? Ja. Of is lekker stabiel, hè? Zie je zo'n ene kant, dan blijft gewoon recht liggen. Ja, daar is het toe. Ja, Nick zal nog wel de video's kijken. Die ook die boot van het kast hebben. Ik zal mijn boot nog vaak voorbij zien komen. Ja. Nou, mooie. Een mooie baas. Heel mooie. Hoppa. Kom maar net vast. Ja. Dat is genoeg. Ja, dat is los, hè. Ja, dat denk ik ervan, man. Pas op, jongen. Ja, een slechte vorm mee, Tom, hè? Ja. Ah. Nou, oké. Een mooie. Mooi whisky. Hoppa. Lekker. Goed zo. Oeh, hier is een dikke. Kom maar, geef maar. Oeh, hier is een dikke. Ik heb de molen nog. Geef hem maar eentje, maak me niet uit welke. Rustig aan. Oh, shit. Rustig aan, niet tegen, hoor. Nee, nee, ik ga hem niet tegen. Jeugd, die gaat er vandoor, jongen. Is meer wel. Ja. Haal die van jou maar eerst binnen. Ja, die is hier al. Jij hebt er ook in, hè? Ja, ja, weet ik. Allebei hebben we hem eraan. Oh, twee tegelijk. Twee tegelijk, ja. Ik heb een vloekbaas. Let op met die boot, hè. Nou, die boot doet niks. Nee, die grote dan. Ik heb een vloekbaas. Ik weet niet wat ik heb, jongen. Je vat je deze vloekbaas eruit? Ja, hier. Heb je hem? Door. Ja. Dat denk ik maar. Denk je? Nee. Ja, jawel. Oh. Dat is een kracht op een of andere manier. Ja. Dat kan eigenlijk niet, want de mil die boot niet terug. Ik heb genoeg bar hier. Ja. Die is er ook. Ik hou hem even. Ja, ik zit vast. Ja. Ik zit vast. Ja. Dit boot hier aan. Ja, dit is een dikke snoepbar. Een goeie. Zo. Maar je hebt die tang. Maar je hebt niks goed. Nee. Nou, weet je, hier niet. Oh, je voor je voeten. Oh. Hij is los. Oké. Hij is los. Maak een foto van, hè. Dit is een kutboot die witte. Ja. Ja, allemaal een korte langs liggen van Arie, ja. En die Mongolen. Gaan we lekker vast, hè. Ja. Ik zat vast, ik heb een plan. Een varerij, ik heb een korte langs. Die vieze flikkers. Ja. Echt wel, alles op de camera. Ja, alles op de camera. Ik heb man. Kubeletje. Dat is een dikke. Nee. Nee. Dat is een dikke, vriend. Dat is een mooie, hè? Even met de zon. Hoor. Ja. Ah. Nou, zo gaat het wel. Even wachten, ik kan hem ook niet erop krijgen. Het is dus een keer in de gaten houden hoe diep dat zit. Ah. Ja. 1,5 meter. 1,2. Ja, schaduw. Allee, kut ding. Ja? Hij mag terug.
Mooie vis. Mooie vis. Vier soorten. Hoppa. Lekker, Tom. Flontje. Oh, moet liggen, ja. Hey, tik hem aan, maat. Hey, hoppa. Lekker. Vier soorten. Ja, dat is een goeie, jongen. Ja, maar op. Ja, vast niet zo'n grote. Of hij komt mee. Kijk wel of hij eraf. Nee, zit er dan. Oh, een roofblij. Haha, man. Oh. Mooie roofblij aan zijn kop. In zijn kop geraakt, jongen. Maar die pak ik zo wel. Ja, dat kan foto wel, jongen. Ja. Ja, dat krijgen we eigenlijk. Als je nou eens pakt, dan is het vol van de kop. Een roofblij. Een winde, wat? Een winde, ja, lekker wel. Een winde. Mooie winnen. Ja, winden. Ja, winden. Vijfde soort. Winden, ja. Oh. Mooie vis, hè? Nee, hoeft niet. Dat was soort nummer 5. Hoeveel vissen hebben we in de boot nu? 8? 8. 8 vissen in de boot. Net een mooie winden gevangen. Ik dacht eerst dat het roofblij was, maar hij had de rode vinnen en de bek was anders. Toch een iets ander visje. Ja, die vang je op de gekste dingen. Ik vang die met feederen, vang ik die vaak op de mais. En hier vang ik ze gewoon op de plug. Het is een grote jessenplug, bizar. Maar goed, maar de beden is er wel even een tijd uit geweest hoor. En nu nog wel. Het is nog best wel een beetje taai in de middag. Want het is nu een uur of 1, denk ik. Ja, geweest is het wel. Even kijken. Nou jongen. Het is 10:30. 10:30. Verticale leverde helemaal niks. Nee, we hadden nog even geverticaald. Shetje Straan, lievelingskeuder en kitecht shetjes geprobeerd. In 1 of 2 kripvakken geweest. Maar, ik heb het idee dat de stroming eraf is minder. Ja, nou, dat kan best, hè. Het idee heb ik ook wel, ja. De stroming wat minder is geworden, ja. En het stroomt ook niet meer zo voor die kripvakken. Nee. Misschien is dat wel, wie weet. Maar goed, het is alleen een beetje te kut, want ik had van die baitcasterwieltjes gekocht. Voor hierop gezet. Maar dat is dan een van de low profile, die passen niet in de hengelsteun. Dus dat is weer zo kut. Even iets anders op verzinnen, maar goed, het komt allemaal goed. Het kost alleen maar geld. Het kost alleen maar geld, oh man. Ja. Oh. Dus of andere steun, Tom, of een andere rail, of gewoon alles weg. En, ja, die neiging heb ik wel. Verwacht, kan de Wout aan. Gewoon lekker met moletje. Liesje naar links. Oh, ja. Rillenboot. Ben je dat hij ons controleert? Ik vind het goed. Ja, net het politie ook al eens geweest, je hebt de foto gemaakt. Oh ja. Komen ze dat maar misschien controleren. Maar ja, man scoort je aan, hè. Kun je niks maken. Ik heb een vergunning bij. Ik heb alles bij de huis, ik ga toch door. Nee, die komen hierheen. Komen die hierheen? Ja, let op wat ik zeg. Oh, heb je gezien? Twee hengels staan, ik denk dat wij met meer hengels zitten. Ja. Maar je hebt het gezien. Ja. Hij kijkt naar onze hengels of we aan die andere hengels setjes zouden hangen, maar ik denk al zo. Is het in orde? Ja. Is hij vader? Nou, jammer. Oh, jammer, want we hebben aan Gerrit de Wout op de video gehad. Ja. Maar hij zag natuurlijk toch, hij denkt, hey, deze idee niet echt. Ja, die echt amateurvisser. Amateur die heeft vergunning, maar die is al zo fanatiek op YouTube. Die laten we lopen. Hun hebben net wel controle gehad, een dier daar. Ja. Hij keek, de dier houdt hij wel aan. Kijk, en die wel, die is de lul. Ja, die is de shark. Mag je met 20. Ja. En die vaart die vol gas, komt met 15. Aan de overkant, een jongen en een meisje komen hier voorbij gescheurd, die mag je maar 20. En ons hadden ze net ook al gecontroleerd, te kijken of Jurgen zijn dodemanskoortje om had. Dat had hij natuurlijk. En, maar die mensen erachter die kregen een vette boete. Want die zijn de shark. Altijd leuk als andere mensen boete krijgen. Het is nooit leuk als je zelf een boete krijgt, maar... Ja, dat is ook niet zo slim. Die varen gewoon langs de politieboot ja, met vol gas. Tegemoet, hij vaart de politieboot tegemoet vol gas en die politieboot naait hem om. Ja, dan ben je ja. Een vette maar je ziet het er ook niet aan af dat de politieboot is, hè? Ik zag het aan de hesjes, aan de jassen. Ja.
Hè? Die gordel om, ja. Kom maar eens uit, man. Nou, dit is onze nieuwe vismachine erom, hè? Jazeker, jongen. Waar wij onze nieuwe avontuur in gaan beleven. Ja, een dikke lunt. Starbelt heb ik verkocht en ik wou een maatje breder sowieso. Starbelt was vrij smal, 1,80. Maar super boter had geweest. Maar ook met de kinderen ga ik die varen, dus ja, dat is de lunt geworden. Lekker breed, 2,13 meter, ook 5 meter lang. 60 pk'tje erop. Dat gaat goed, hè? Een mooie boot aan. 7 ruimte erin. Nou, ik weet niet of jullie het kunnen zien op de video, maar we hebben echt heel veel plek erin. Ja. De trailer was nog even spannend, want ja, die is bijna niet aan te komen nou, want iedereen wil een boot, maar ik heb nog mooi kunnen regelen met Alwin uit Spijkenissen. Dus ja, die heeft dan mooi gefixt van man. Ja. Ja, dieptemeters nieuwe erop, Remarine, element 9. Dus, en een dikke Honda erop, even laten zien. Ja. Want die motor alleen al, die weegt 160 kilo, toch? Ja. 160. Voor s'nachts mooi helemaal rondom de ledverlichting erin. Dus vanuit doen afvissen, dus ja. Komt helemaal goed om. Mooi, mooi. Ja. Mooi spulletje. Zo jongens, dat was het weer voor vandaag. Het is 3 uur. De zon steekt ontzettend en de aanbeten waren eigenlijk de laatste paar uur was niet zoveel meer. Hè. Nee, we hebben genoten dus. Ah, 5 soorten in de boot, mooi niet klaar. Een mooie wendy gevangen en een snoek. Yeah. Ja, nog een redelijk snoek. En nog twee baarzen en lange dag geweest. Dikke snoekbaars. Ja, ook nog heel dikke snoekbaars. Lange dag, want we zaten al om 5 uur was ik bij jou, 5:30. Ja, dus 6:30 is erbij, ja. Oeh. Oh. En morgen weer, dus dan kom ik vroeg in bed. Mooi weer, dus ik lig om 8 uur in bed vanavond, weet ik wel. Ja, jij niet? Ja, 9 uur, 10 uur. 9 uur, 10 uur, nou, we zien wel. Ligt aan hoe laat. Morgen gaan we in ieder geval wel ergens anders vissen, ja. Het was ook wel heel druk hier. Ja. Gigantisch veel plezier vaart. Ja, echt heel veel. Dus, morgen weer zien. Nou goed jongens, bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video? Duimpje omhoog en abonneren. En we zien jullie in de volgende video. Keep on fishing.